Dit ziet er straks zo uit. In deze video heb ik iets super geks gedaan. Namelijk een feestje gevierd in een stiltecoupé. Maar er is een probleem. Je moet stil zijn, want het heet niks voor niks. Een stiltecoupé. Hier heb ik iets op bedacht. Mijn plan is om iedereen een headset te geven en zonder dat we geluid maken te feesten op de meest rustige plek in de trein. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de jongens van SilentDisco.nl. Dus zou je ooit zelf een Silent Disco willen geven? Check de link in de bio. En let's go met de video. Mag ik jullie wat vragen? We're throwing a silent disco in the train. Would you like to join us? We want to dance? Yeah, we're gonna dance. We're gonna do everything. Oh, we zijn nu even aan het eten? Oké, neem even je tijd om... Nee, dus jullie moeten deze straks hebben, of niet? Oh, oké. Doesn't matter. Then we're going on, oké? We have a good party. Thank you. Oké, dat gaat lastig. We gaan zo naar Utrecht. Oh, oké. Dat is goed. Succes. Oké, nou, het lukt niet echt dus om mensen te regelen voor deze trein. Wat we gewoon gaan doen is, de volgende trein die pakken we dus sowieso. Alle mensen die dan komen, gewoon dan vragen. We hebben 12 minuten de tijd dus om mensen bij elkaar te verzamelen. En gewoon niemand. Niemand hier, joh. Wie wilt er mee? Wie wilt er mee? Ja, dit gaat niet goed. Iedereen heeft wel nee gezegd, zelfs mensen die meereizen, die vinden het ook spannend. Wij gaan in de stiltecoupé een silent disco geven. Zo, gekke meid. Ja, we zitten allemaal zoveel mogelijk mensen te verzamelen. Ik hoop dat het lukt om nog wat meer mensen erbij te regelen. Ja, lijkt u het leuk om misschien erbij aan te sluiten? Ik heb zo'n sollicitatiegesprek, dus ik ben een beetje zenuwachtig. Dus oh, maar dan zou het juist alleen maar helpen. Gewoon een beetje lekker muziek, lekker te gaan genieten. Ik ga me voorbereiden, denk ik, als je het erg vindt. Ook te genieten van de Silent Disco. Sure. Yes! Ah, je bent de eerste! Ja? Vind je het goed om heel even mee te helpen anders? Gewoon wat random mensen te vragen. Vind je het echt niet leuk om of misschien even 5 minuten mee te doen met de Silent Disco? Nee, ik ga me gewoon liever even voorbereiden. Oké, ja. Slachtoffer dan. Ja, één slachtoffer inderdaad. Oké, nou, ja? Even dan. Tof. Dat is helemaal goed. Dus succes met je sollicitatiegesprek. Ja. Mag ik jou wat vragen? Oh, liever... Oh. Sommige mensen hebben niet dezelfde energie als ons. Ik denk, jongens, dat we dan inderdaad toch nog even verder gaan zoeken. Of we nog een wat grotere groep... Super bedankt dan. En tenminste voor het ja zeggen. Oké, nou, het wordt de volgende trein nog maar pakken. Helaas, helaas. Het is gewoon te weinig. Het kan gewoon niet. Trying to do like a party in the train. Ja, heel gek, hè? Nice. Yeah, sure. Yeah? Why not? Oké, cool. Nee, vind je het niet leuk om erbij te zijn? Ik kan ook, als, je het gewoon, als het te spannend is, weet je wel, dan ga je desnoods naar de eerste halte, ga je ergens anders zitten of zo, dat zou ook kunnen. Prima hoor. Ja? Oké, top. We verzamelen daar, dus als je met ons meeloopt, dan... ik ben Thibo, aangenaam. Ik hou hier niet heel erg van. Nee, hou je niet van een feestje? Jawel, jawel. Maar dit is een superleuk feestje, toch? Jawel, nou. Wij hebben ook via een sponsor kunnen regelen dat we 30 headsets hebben kunnen verzamelen. Sorry, toch niet. Weet je het echt niet? Ja. Maar niet uit. Is goed. Dank je. Nou, je ziet ons al aan de trein. Het lukt wel, hè? We hebben nu in principe, vind ik, al genoeg mensen. Hey, sorry dat ik je even uit de video haal, maar ik was even benieuwd of je toevallig al geabonneerd was. Dit is de eerste video op het kanaal, dus dat zou super tof zijn. Veel plezier met verder kijken. Het kan nog wel eens interessant gaan worden. Oké, we moeten verzamelen. Dus we blijven nog 8 minuten staan. Laten we sowieso vast naar binnen gaan. Even kijken which one we're gonna take. Gaan we dit nog halen, jongens? Nog 2 minuten. Oké, we zijn dus... kleine update. We zaten dus midden in de trein. We hadden iets van 4-5 mensen, niet veel, maar hopelijk genoeg dachten we. En toen gingen er ook nog eens 2 mensen weg. We zijn snel even uit de trein gestapt om toch maar hier op Amsterdam weer verder te gaan zoeken naar andere mensen die het leuk lijken. Waarom is dit zo lastig? Lijken jullie dat leuk? Mij hoeft het eerlijk gezegd. Nee, in principe je zit gewoon in de trein. Het enige is dat je gewoon een headset op bent en dat we met z'n allen gewoon een beetje genieten, zeg maar, van de muziek. Mag ik wat vragen, mevrouw? Sorry? Ja? Kijk, nou, geen probleem inderdaad. Succes, hè? Jammer. Lijkt u het leuk om erbij te zitten met ons? Natuurlijk. Ja? Oh, wat tof zeg. Ja, je bent onze eerste persoon inderdaad. Wat leuk zeg. En ook in 9 minuten nog inderdaad. Ik kom wel even kijken. Ja? Oké, tof man. Nou, er waren dus 2 mensen die ja hadden gezegd. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg. We hebben natuurlijk meer mensen nodig. Dus ik dacht bij mezelf, er zitten al mensen in een stiltecoupé. Even kijken of hun down zijn om mee te doen. Lijkt je het leuk om wat mee te genieten van wat muziek met z'n allen? Ja? Oh, perfect. Yes, steeds meer mensen. Ja? Ja, top. Ja. Ik merkte dat nog niet iedereen helemaal in de partymodus was, dus ik dacht, weet je wat, ik ga ze even een handje helpen. Heeft u ooit eerder zo'n feest meegemaakt? Ik kan niks. Oh, je kan niks. Doe me. Ja, best grappig. Het is leuk toch? Ja, het is best grappig. Ja. Ik ben überhaupt nog naar Silent Disco geweest. Nee. Dus ik weet daar helemaal niks van. Maar ook in een stiltecafé? Ja, dat is ook wel op zich wel komisch. Heeft u ooit eerder zo'n feest meegemaakt? Nee. Nee, wat vindt u ervan? Wat zit het leuk hè? Het is echt top. Heerlijk hè? Ja, heerlijk. Wat fijn om te horen. Heel leuk. Heel leuk? Ja, dat gaan we. Ja. Had je dit verwacht toen, toen je zeg maar, in de stiltecafé kwam? Nee, eigenlijk niet. Nee. Goedendag, ja. Lekker aan het genieten. Dankjewel. Mevrouw, wilt u anders ook meedoen met de Silent Disco? Nee. Nee, liever niet? Je gaat er geen opnames maken? Nee, die zijn foto's. Nee. Vind je het wel leuk? Ja, ik vind alles grappig. Als ik maar niet afkom. Nee, dat wordt goed. Dankjewel. Ja. Dat ging net goed. Dit was me toch een feestje joh, maar het wel waard. Ik zou zeggen, ik hoop dat je hebt genoten van de video en tot de volgende keer. Yo!